Elektronen bewegen vanuit het metalen contact door een nanodraad en komen onderweg het Majorana-fermion tegen. Als het elektron niet de juiste energie heeft, wordt het teruggekaatst. Maar bij de juiste energie kan het elektron via een bijzondere interactie door het Majorana-fermion heen gaan. Dit veroorzaakt een stroompje dat wij kunnen meten.